Goedendag. De maand maart is aangebroken en vandaag starten wij het journaal met het goede nieuws. De 50.000 doses AstraZeneca-vaccins zijn vanmiddag gearriveerd in Suriname, zoals de minister dit vorige week reeds aankondigde. Het gaat om een donatie welke gedaan is door de regering van India. Dat betekent dat wij dus door kunnen gaan met het verstrekken van COVID-19-vaccins, hetgeen het verder beheersen van het virus mogelijk maakt. In zijn toespraak tijdens de vaccinatie-kick-off bij de RGD-poli gaf de minister aan dat met de komst van de extra dosis er op tal van zaken gelet moet worden, zoals de bereidwilligheid niet alleen van de burgerij, maar ook van de frontliners. Als we die dosis aantallen binnen hebben, dan gaat het heel snel lopen met het uitrollen. En de vraag is natuurlijk ook, directeur, om te kijken, ik doe hierbij het verzoek, om te kijken als er niet genoeg bereidwilligheid is nog, en we houden daar rekening mee, dat mensen niet bereid zijn of frontliniewerkers zich meer moeten laten informeren of meer stimulans nodig hebben, dat wij heel snel, en dokter Sean, dat wij heel snel kijken naar de andere categorieën, want je houdt ook rekening houden met de vervaldata, et cetera. Dus we gaan niet blijven staren op één groep. Ik heb het ook al gezegd, het is de kans, als je geselecteerd bent, neem het gelijk. Want we gaan gewoon door. We gaan niet wachten tot u bereid bent om gevaccineerd te worden. Het enige nadeel is, u bent niet beschermd als u niet gevaccineerd bent. En u gaat er, ik zal er spijt van hebben, u gaat later willen hebben dat u gevaccineerd wordt. Maar dan is de kans groter te zeggen, nou wacht even tot de volgende ronde, want we zijn al naar een andere categorie. En om terug te gaan, dan moeten we wel weten dat wat we hebben in voorraad. Dus iedereen, ik roep u op, directeur, zoveel mogelijk binnen de RGD aan interne communicatie te doen. U hebt een ruim netwerk. Aan posten, je hebt een ruim netwerk aan artsen, aan personeel, ze zijn ook verspreid. Ik weet dat het moeilijk is, maar probeer een solide communicatiestructuur op te zetten, eventueel met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, dat wij intern een stevige, maar effectieve communicatie hebben naar onze mensen toe, onze frontliniewerkers, maar ook onze andere gezondheidswerkers, en dat wij alvast die bescherming kunnen bieden aan een aanzienlijk deel van het personeel. Ook de RGD heeft tijdens de pandemie samen met het BOG een hele belangrijke rol moeten vervullen. Van het inzetten van personeel tot het inzetten van de ambulances. De minister sprak in zijn toespraak ook meteen een woord van dank uit aan de directeur van de RGD, Nishita Gayadin. Ik heb begrepen, directeur, hoeveel was het, directeur Uri? 14? 14 swapposten. Dus 15 swapposten. Alle ambulances hebben jullie ingezet. Ik ben u erg dankbaar daarvoor. En het heeft zeker een enorme bijdrage geleverd in de beheersing van die COVID-situatie. Het gaat gewoon door, die bescherming gaat door. Laten we kijken hoe we het nog effectiever kunnen maken. Ik wil de totale Surinaamse gemeenschap feliciteren met de kick-off in de eerste lijn. Ik wil het team, welke dit alles heeft voorbereid, van de RGD in overleg natuurlijk en onder coördinatie van het COVID-vaccinteam, heel hartelijk bedanken, directeur. Via u, ook dank aan alle mensen die zich hebben ingezet, dat we deze dag tot stand hebben gebracht. En het gaat nu om, ik las ook een artikel vanmorgen over vaccins bijwerkingen. Ik heb het vaccin al gehad, voel me prima, na 3 dagen nog geen enkele verschijnselen of geen andere zaken, kan al mijn armen nog bewegen en zo. Dus alleen mijn schouder doet een beetje pijn, maar dat is van het prikje, normaal, toch dokter Algo? De afgelopen week vond de overhandiging plaats van het nieuw ontworpen COVID-19-gids met als titel Wij doen het samen. Dit vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid. Het is onderdeel van een initiatief om de capaciteit van gemeenschapsorganisaties en sleutelfiguren op lokaal niveau te versterken voor COVID-19-communicatie. De overhandiging werd gedaan door Dr. Hedwig Goede aan de minister van Volksgezondheid. Goede gaf aan dat er al enige tijd wat initiatieven van organisaties en lokale leiders zijn die de communicatie voeren met mensen in hun eigen gemeenschap over hoe je zelf en elkaar te beschermen tegen het virus en hoe samen om te gaan met de maatregelen en gevolgen van de pandemie. Er was echter behoefte aan een plaats waar betrouwbare informatie en wat richtlijnen gemakkelijk te vinden zijn. Het document zal dynamisch moeten zijn om steeds aangepast te worden aan veranderde inzichten en nuttig te blijven voor sleutelfiguren in de gemeenschap. Als onderdeel van het initiatief zijn in december een aantal pilottrainingen gehouden voor verschillende gemeenschapsorganisaties, als ook voor lokaal personeel van het ministerie van ROS.
Vandaag vond in het Sint-Vincentius ziekenhuis de kick-off plaats van de vaccinatiecampagne. 50 zorgverleners in dit ziekenhuis zijn vandaag gevaccineerd. Ondanks het feit dat de zorgverleners zich ten alle tijden aan de maatregelen hielden, ziet directeur Manoj Hinduri de komst van het vaccin als de beste bescherming voor zijn zorgpersoneel. Ik ben geweldig blij dat we vandaag ook in het Vincentius ziekenhuis aan de beurt zijn voor het vaccineren van ons zorgpersoneel. Want we weten allemaal, COVID is een besmettelijke ziekte, het virus grijpt om zich heen. En onze gezondheidswerkers hebben er in de frontlinie mee te maken. Patiënten komen hier naartoe met COVID of soms suspecte gevallen van COVID. En dat is toch altijd een risico voor onze werkers. En natuurlijk hebben we beschermingsmaatregelen, mondkapjes en dergelijke. We houden de afstanden in acht. Maar vaccineren geeft toch de beste bescherming. En we zijn blij dus dat wij ook aan de beurt zijn, samen met andere zorginstellingen. Omdat het gaat vooral om dat de gezondheidswerkers, die als prioriteit geïdentificeerd zijn, nu aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. En uiteindelijk kijk ik ernaar uit dat onze hele bevolking of zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn, waardoor we onszelf beschermd hebben tegen het COVID-virus. Vandaag gaat het ongeveer om 40 tot 50 zorgverleners in het Vincentius ziekenhuis. Dat zijn de eerste die zich hebben aangemeld. Toen wij de voorlichting op gang hadden gebracht, kregen we al gelijk een aantal aanmeldingen. Mensen die zeiden, ik wil me laten vaccineren, ik wil beschermd worden, ik voel me veiliger met een vaccin. Dus die mensen hebben als eerste opgeroepen. Maar uiteindelijk gaan we ongeveer, als Suriname voldoende doses binnen heeft, gaan we ongeveer 300 mensen van het Vincentius ziekenhuis vaccineren. De zorg in het RKZ voor wat betreft de COVID-19 gevallen is afzienlijk afgenomen. Momenteel zijn er geen COVID-19 positieve gevallen in dit ziekenhuis. Nou, we hebben nu geen COVID-patiënten in huis. We hebben eerst opgeschaald al in de eerste golf. En die is van maart, zoals we weten, toen COVID zijn introductie deed in Suriname. Waren wij als Vincentius ziekenhuis het eerste ziekenhuis met intensive care. Die zorg verlenen aan echt zieke patiënten die beademing behoefden, onder andere. Daarna ging het een stuk beter en dan praat ik over misschien oktober, november. Maar we weten allemaal dat we in december en ook januari toch weer de tweede golf hebben gehad. En in die periode hebben we in Vincentius ziekenhuis wederom onze COVID-afdeling opengesteld, eind december. En gelukkigerwijs is het in begin februari zodanig afgenomen dat wij omstreeks medio februari onze COVID-afdeling niet meer hoefden te gebruiken. Nu zijn er weinige COVID-patiënten die er nog zijn, die worden op andere locaties verpleegd. Dus wij zijn terug naar reguliere zorg. Maar we zijn altijd stand-by, mocht er weer een golf op ons afkomen, dat wij wederom COVID-zorg gaan verlenen. En voor degenen die nog steeds hun bedenkingen hebben over het COVID-19-vaccin, heeft ook directeur Manoj Hinduri de volgende boodschap. Ik zou echt zeggen, mensen, de wetenschap staat hier achter. Dit is de basis. Wetenschappelijk onderzoek en fact-finding is de basis voor elk vaccinatieprogramma. We hebben het nu over COVID. Maar vergeet niet dat we onze kindertjes, onze babytjes, als eerste wat we doen is vaccineren. We vaccineren onze kleintjes, onze peuters, onze kleuters. Tot hun vijfde jaar krijgen ze vaccinaties. We hebben ook griepvaccinaties voor mensen die kwetsbaar zijn voor griepaanvallen. Dat zijn zorgwerkers ook, dat zijn oudere mensen, kwetsbaren. Dus ze zijn bekend met vaccineren. Dus laten we ons niet laten afleiden door veel geroezemoes op social media, of dat het slecht is, of bijwerkingen, et cetera. Zolang het medisch wetenschappelijk aangetoond is, zolang de Wereldgezondheidsorganisatie dit goedkeurt, zolang de Pan American Health Organization in onze regio groen licht geeft, zolang het ministerie van Volksgezondheid zegt, dit is veilig, zou ik zeggen aan iedereen, mensen, laat je vaccineren, COVID. Dr. Naomi Chan Emmanuel behoort tot een van de coördinatoren van het vaccinatiecampagne, welk momenteel plaatsvindt in diverse ziekenhuizen. Dr. Chan blikt tevreden terug naar de kick-offs in de diverse instellingen. De vaccinatiecampagne, het loopt vrij goed. We hebben de afgelopen week zijn we gestart in het Academisch Ziekenhuis, in het Wanica Ziekenhuis, Diakonesse en op de RGD.
Dus het loopt best wel goed. Het Academisch Ziekenhuis is vanaf de start doorgegaan elke dag met een vaccineren. Wanika Ziekenhuis is gestopt, maar ze gaan deze week weer door. Hetzelfde geldt voor Diakonessenhuis, die pikken het dinsdag op en dan gaan ze vlot verder. En met de RGD-poli zijn we nog even bezig alles in place te zetten, zodat wanneer de 50.000 doses die vandaag arriveert, dat het daar ook een vlot verloop zal hebben. Zorgverlener zuster Mariska Panza van het Sint-Vincentius ziekenhuis zegt enorm opgelucht te zijn met de komst van het COVID-19 vaccin in Suriname. Vooral voor de gezondheidswerkers is het noodzakelijk omdat het die groep is die eerder het risico oploopt besmet te raken met het virus, zegt Mariska Panza. Een opluchting ten aanzien van het vaccin, dat we eindelijk kunnen vaccineren. Jawel, het is een opluchting voor mij, zelf als gezondheidswerker, omdat het vaccinatie heel belangrijk is voor ons als gezondheidswerkers, omdat wij ten eerste risico lopen. En ten tweede, het is ook een bescherming voor de patiënten met wie we in contact komen. Als tenminste 70% van de populatie in Suriname gevaccineerd wordt, ben ik er zeker van dat we heel weinig gevallen zullen hebben. En natuurlijk dat de ziekenhuizen niet meer overvol zullen raken. Ten aanzien van de mensen die nog niet gewillig zijn om te vaccineren, ik wil je verzekeren dat het een vaccin is dat getest is en dat het net als alle andere vaccinaties bijwerkingen heeft, maar het zijn bijwerkingen die te verdragen zijn. Dus ik wil u allen oproepen als gezondheidswerkers om u te laten vaccineren. Afgelopen week vond er weer een donatie plaats op het ministerie van Volksgezondheid. Dit keer kwam de geste van de onderneming iTrends. De minister bedankte de ondernemer voor zijn geste en gaf aan dat de temperatuurmeters goed gebruikt zullen worden. De ondernemer werd vertegenwoordigd door parlementariër Kishan Ramsukul. Minister, namens een bedrijf die zijn hart heeft voor het gezondheidsgebeuren in Suriname, wil ik u 100 thermometers, ik doe het symbolisch met eentje, doneren. Het gaat meer om de bestrijding van, of eigenlijk het houden van de maatregelen met betrekking tot COVID. Maar daarnaast wil hij ook dat het hele vaccinatiegebeuren stimuleren. Daarbij zijn thermometers ook heel belangrijk. Dus namens iTrends doe ik deze donatie. Ik hoop dat jullie dit heel goed kunnen gebruiken. En vooral naar het bedrijfsleven, als ik zo kijk, zeg ik nog vele naar deze. We hebben dit heel hard nodig in Suriname. Alsjeblieft, minister. Oké, dank u wel, heer Ramsukul. En ook dank aan iTrends voor deze donatie, deze geste. Het is meer dan duidelijk sinds een jaar al dat iedereen is getraind in het meten van de temperatuur. Omdat de temperatuur is een van de, althans koorts, is een van de eerste verschijnselen bij een infectie. Klar. En middels het screenen van de temperatuur kan je al gauw op het spoor komen van een infectie. Het is nu uiteraard ook zo dat je soms gevallen hebt dat COVID, dat je als je COVID hebt, je niet speciaal koorts hoeft te hebben. Maar het is wel zo dat als je koorts hebt, dat er iets aan de hand is in het lichaam. Klar. Zeker ontregeling. Dus dan moet je nader gaan screenen. En ik ben erg blij met deze gesten. Het zijn er 100 stuks, heb ik begrepen. We zijn al begonnen met het vaccinatietraject. En we gaan outreach. We gaan naar de mensen toe om te vaccineren. Dus elke post. Ik ben ook gevaccineerd onlangs 2 dagen terug. En ik voel me heel goed. Maar elke post, daar waar je binnenkomt, is er een intake.
en worden de vitale functies gemeten. Ja. Dus temperatuur, bloeddruk, polsslag, etc. En temperatuur, de posten hebben thermometers nodig. Dus we gaan dit in deze fase heel goed kunnen gebruiken. Het is heel strategisch binnengekomen op het juiste moment. Dus nogmaals dank voor de gift van iTrends. We gaan dit heel goed inzetten. Dus heel veel dank, heer Ramsepoel. En we roepen het bedrijfsleven ook op om dit voorbeeld op te volgen. Elke kleine ondersteuning kan een grote uitkomst bieden. Precies. In deze fase. Dus we hebben heel veel steun nodig. We hebben ook een fonds opgezet gisteren, heer Ramsepoel. Waarbij we iedereen in de gelegenheid stellen. We hebben zelfs een donatie gehad van iemand. En dat vond ik geweldig. Van 1 SRD. En dat is eigenlijk het signaal van ondersteuning. Klopt. Hoe groot of hoe klein, het is een ondersteuning. Want zonder die 1 SRD. En als elke persoon dat doet, hebben we 580.000 SRD. Maar we roepen de mensen op. Er komt berichtgeving binnenkort over het fonds. En we zullen iedereen vragen om het voorbeeld van de heer, van iTrends dan. De heer Harpal, om het zo te zeggen, te noemen. Het is iemand die vaker ondersteuning heeft gegeven aan het ministerie. En ook ondersteuning zal blijven geven. Wij zijn heel erg dankbaar. Dank u wel. Donderdag jongstleden vond in het Diakonese ziekenhuis ook de kick-off plaats van de vaccinatiecampagne. De eerste zorgverleners werden gevaccineerd. Bij zijn bezoek aan het Diakonese ziekenhuis gaf minister Amr Ramadien aan dat het ziekenhuis voor hem een speciale betekenis heeft. Hij is namelijk 38 jaar teruggeboren in het ziekenhuis. 38 jaar terug werd ik hier geboren. Dus u begrijpt waarom ik hier ben. Ik ben niet uitgenodigd. Ik heb mezelf uitgenodigd. Mijn moeder heeft hier 40 jaar gewerkt in het ziekenhuis. En is nu gepensioneerd. Dus u begrijpt de relatie die ik en mijn ouders en allemaal hebben met het ziekenhuis. Ik ga elke dag hier langs, gewoon ook in de buurt. Dus Diakonese huis heb ik hier vanaf kleine jongens rondgelopen. Na school kwam ik altijd hier op mijn moeder wachten tot ze klaar was. En dan gingen we samen naar huis. En ze werkte hier op de eerste etage. Dus de relatie met het Diakonese huis is meer dan nu dat ik heb als officieel, als minister. Dus toen ik hoorde dat vandaag de kick-off hier was, heb ik de directeur gisteravond gezegd, ik weet niet hoe ik ga klaarspelen, maar ik moet wel daar zijn. En uiteraard, ik ben heel blij dat ook het Diakonese Huis vandaag van start gaat met het vaccineren. We hebben bewust gekozen ervoor om niet landelijk overal van start te gaan, omdat het ook nieuw is voor ieder. En alhoewel ook weet dat ik heb het vertrouwen in onze deskundigen, onze ziekenhuishygiënist ken ik ook. Ik heb haar zelf nog als student gehad. Ik ben blij. Maar we moeten elkaar natuurlijk de tijd gunnen en geven om alles goed voor te bereiden. Vanuit de wetenschappelijke en professionele kant gaf de minister in zijn statement aan over het belang van het vaccineren. Om succes te boeken zal ieder zich moeten laten vaccineren. Over het vaccin, et cetera, dokter Van Eer heeft het heel mooi gezegd en verteld. Er zijn verschillende kanten van waaruit je het kan bekijken. Wij doen het vanuit onze professionele kant. Wij doen het vanuit onze wetenschappelijke kant. Maar we doen het omdat we het belang van vaccineren inzien en willen benadrukken hoe het succes zal zijn van het vaccineren. Maar dat succes zien we nu al in heel veel landen. Eigenlijk in alle regionen van de wereld zie je nu al wat de effecten zijn van het vaccineren. En wij zullen alle mogelijkheden bekijken om zo snel als mogelijk onze samenleving die bescherming ook te bieden. Ik wil even kort benadrukken, want ik ga het niet te lang houden. De overheid heeft een centraal beleid wanneer het gaat om de zorg. We maken geen onderscheid tussen overheidsziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen. Directeur, u weet het. Het Diakonese Huis heeft, zoals alle andere ziekenhuizen, is normaal opgenomen wanneer het gaat om grens of het geven van equipment in breukleen. We maken geen onderscheid daarin. Equipment of ambulance zelf. Maar ook in
het helpen ondersteunen van COVID-zorg, het helpen ondersteunen in de reguliere zorg. De plannen liggen op tafel. We kunnen niet alles gelijk realiseren omdat er ook een groot financieel tekort is in het land. Maar we proberen van alles te doen om de zorg te gaan garanderen. Wat nog heel belangrijk is en veel mensen vergeten, is die impact die COVID heeft gehad op de reguliere zorg. En ik weet ongetwijfeld dat ook het diakonissenhuis dat heeft gemerkt. Maar we zullen met z'n allen na een succesvolle implementatie en een goed traject van vaccineren, met z'n allen moeten gaan zichzelf gaan beraden, met ons, met de overheid samen, hoe wij onze reguliere zorg moeten gaan herstellen na de COVID-impact. En we kunnen zeggen dat we nu in een gunstige situatie zitten, maar moet maar een kleine vonk ontstaan om weer een oplaaiing te krijgen van cases. En ik denk niet dat dokter Lieke weer terug wil naar een nog grotere golf dan de tweede. Wij eindigen dit journaal met een oproep die onze gezondheidsminister doet naar de samenleving toe. Wij zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Be safe en let op jezelf. We moeten die uitdaging aangaan, we moeten verwachten. We kunnen altijd verwachten dat er iets misgaat. Daarom roep ik van deze kant uit, en dan ga ik beëindigen, roep ik van deze kant uit de samenleving op. Zie het niet zo dat we vaccineren nu en dat u denkt dat u weer gewoon vrij kunt leven. Nog niet. Denk niet dat we vaccineren nu en u nu al feestjes houdt. Ik kreeg vanmorgen nog een foto toegestuurd dat de artiest, een Surinaamse artiest, ergens een birthday bash houdt op een privéterrein. Waarvan nog niet bekend is waar dat is, maar je moet wel 100 SD entry betalen. En dan krijg je een nummer toegestuurd of een adres toegestuurd waar je naartoe gaat. Betekent dat je ziet dat mensen nu risico's gaan nemen, omdat ze weten dat we een beetje in een gunstige situatie zitten, dat mensen risico's nemen om weer bij elkaar te komen. En ik wil die mensen zeggen, het is nog niet voorbij, het gaat ook nog lang niet voorbij zijn, maar als we met z'n allen wel ervoor kunnen zorgen dat we binnen een bepaalde termijn 80% tot 90% van onze populatie kunnen vaccineren, dat mogelijk wel zal kunnen als we gedegen immuniteit hebben opgebouwd. En dat is de bedoeling. Dus als we met z'n allen elkaar kunnen overtuigen, hoe meer mensen u kunt overtuigen om het vaccin te accepteren, hoe sneller we terug kunnen gaan naar weer die situatie. Weliswaar nog onder een beetje aangepaste omstandigheden, maar wel met een veel minder risico op besmetting.